een test kwam uit dat ik 6 had. Toen. Een keertje. Nog een keertje. En ik weet niet waarom het nou is. Ik... Don't hold me back. You're not allowed to spend part time. Cause that is what you came me for. Een hele goede morgen mensen. Leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. En vandaag, ik ben een stukje vandoor. En ja. Vandaag lekker een rustige dag vandaag. Het is vandaag de zondag en ja, misschien ga ik even lekker weg. Even kijken wat ik ga nu vandaag is. En mensen, maak er een topdag van. En tot later ergens. Goed mensen, ik ben een beetje wakker, maar ik ga even koffie maken voor mezelf. Ik ga er nog met jullie over hebben. En ik ga denken of ik het zal doen, ja of nee. En ik ga met jullie delen iets heel iets vreemds. Wat er gebeurd is van de week bij mijn thuis. En dat is. En ik heb natuurlijk een nieuwe katakassan vast geweten. Daarom noem ik ook voor het niet, vanwege privacy. Zo wil ik ook weer wel dat ik het niet noem, de naam. En ze willen graag dat ik wegga van de locatie. Maar natuurlijk wil ik dat zelf niet en ik ga een keihard om maken om dat nu te gaan doen. Ik, als ik al weet ben ik 29 jaar aan. En ik ben niet vast te krijgen dan hoor. Ik ben ook lekker lang niet wonen. En ik kon nog een advocaat onderhoek. Ik ben nog eens van wat ik ga doen, maar weet ik niet. Maar in ieder geval, ik blijf hier lekker wonen. Ik woon hier zo mooi en ja. Dat kan ik ook tegen jezelf vertellen. Maar natuurlijk blijf ik eerlijk tegen jullie. En dat is dom. Ik ben ook zo eerlijk gewoon tegen jullie. En altijd alles tegen mijn camera, tegen jullie. En ja, ik ga echt nooit weg hier. Ik moest me weer echt pesten. Blijf ik hier wonen. Dan moet ik die lekker 100 meter vandaan. Ze zijn voor mij gedaan. En ja, ik begrijp niet dat ik er niet vandaan kom. Eindelijk zijn jongens vandaan en ik vind het echt een goed idee dat het goed is. Dat is een eigen technologie geweest. Ik weet dat het een nieuwe functie is, maar ik vind het beste voor mij wat ze kan krijgen als contactpersoon. Daarom hoop ik dan weer terug te krijgen naar een oude die het eerst was. En dan gaat het al jaren gehad. Dus niet te zeggen, goed een ander te hebben. Ik heb dat gewoon beter met die ene persoon. En als dat niet goed gaat, ja, dan gaat dat gewoon niet goed. En ja, ik heb er een beetje over mijn deel. Ik denk ook wel, jongens. Ik heb vrouw gevraagd op pakket 6. Dat betekent dat je dan... Dat heb ik toen al gedaan door CZ. Ik ben daardoor getest. Een test kwam uit dat ik 6 had. Toen. Een keertje. Nog een keertje. En ik weet niet waarom het nou eens een keer wat anders is. Zijn de wondzorg toen. Dan is ik lang voorbij de wondzorg en dan klaar. En ik wil er niets meer over horen verder. En dat duurde kort de vocht, maar dat nu weer een beetje door dat gezeur van ik zelf ook op. Waarschijnlijk moet je weg. Nou, dat is nooit niet hoor. Zeg even in de comments wat jullie zouden doen in dit geval. En ja, het is gewoon echt. Het is gewoon echt heel bizar. Dat iemand zo kan reageren op mij jongens. Er gaat niks, hè. Echt waar het over mijn levenseinde en het over. En dan begon het over het kan zijn. Ja, het kan zijn. En dus. Het kan nooit zijn wat ik betreft, want het is mijn laatste station.
Ik ga zo overlijden, ik wil doodgaan. Ik heb hier alles meegemaakt in mijn leven. En ik kom nu al fucking. Ik kom nu al fucking 14 jaar. En dan hou ik gewoon lekker zo. En. Dus ja. Voor de rest is het gewoon lekker. Een lekkere dag voor mij vandaag. Zo, mensen. Even drinken pakken voor mezelf. Dus. Voor de rest, lekkere dag tot nu toe. Lekker thuis. Lekker chillen, muziekje aan. Lekker aan het werk. Het is een beetje verdriet, een beetje pistig of. Maar goed, het is geregeld door mijn moeder verder. Dus, ja. Het is lekker zo'n dag, avondje, middagje even rustig aan doen. Lekker thuis nu weer toe. Dus. Ja. En de rest gaan we het zien verder. Of wat. Ik ga nog even een vlogje maken. Van gisteren. Dus. En dit bedenk ik voor vandaag. Dan denk ik al aan een titel. Ik weet opnieuw. Ja, ga ik al namaken. Dan ga ik een opname had gedaan beneden. Dus. Opnieuw ga ik het je vertellen. Zeg maar ook zo. Ik zit even of ik nog even wat ga doen. Ik denk het wel. En ik zit te kijken naar Janneke. Ja, huisje wat je weet. Heel leuk en dan kan je het tegenwoordig naar gevolgen. Nu waren eigenlijk alleen maar een leuk kerstnummer aan. En het is leuk omdat je dat doet. En doe ik het zelfs alleen nog voor de kerstdagen. Doe ik het. Kerstvideo's. Dus wat ik ook aan het horen voor kerstvideo's. Dus. Nou, dat is even die vlog. En half 21 in de video's. Nu even is het klaar. Nieuwjaar weer nieuwe video's om half 21 in het weekend. En. Week om half 12 uur. Tegen avonds, dus dat gaat dan weer tweede volgend jaar. Rond. En 8 januari gaat weer beginnen, want dan doe ik ook 28 jaar vloggen. Dus dat gaat weer beginnen dan. Dus. Tja, ik ga nu lekker op je film kijken of weer kijken op het netwerk op Ierland. Goed, mensen, een kraampje eten. En ik heb teruggekregen ondertussen. Dus. Goed, mensen, ik heb lekker koffiegang van mezelf. Lekker gesmaakt allemaal. En lekker smaakt lekker. Het eten natuurlijk ook weer. Dus. Ja, lekker avond verder vandaag. Lekker zometeen bring Rijn 2 op. Lekker. Voorprogramma van tot de 1000. Nog even te komen om wat ik vanmorgen zei over die persoon die zo raar deed. En eigenlijk vind ik het niet echt kunnen wat ze deed. En dat is nou de laatste woord nog niet over gezegd, vind ik. En ze kan nog niet meer goed maken van mij nu eigenlijk, weet je. En de vertrouwen is met haar helemaal verloren nu. En ja. Het vertrouwen van haar is helemaal verloren, omdat zij zoiets zei tegen mij. Als ik liever morgen zei van het kan fijn dat weer wat weg moet. En dat vertrouwen bij haar is veel weg. En ja, op zich, ja, ik ga er geen andere woorden over zeggen natuurlijk, hè. Gewoon klaar, ik ben niet de persoon. Maar daarna niet helemaal weer op privacy. Dus, ja, dus. Of zij ook het laatste punt, kan me niks schelen. Het vertrouwen van haar is echt totaal weg. Goed, mensen, ik heb vandaag een heerlijke, leuke, rustige dag gehad vandaag. En ik heb niet zoveel gedaan, maar ik heb een beetje muziek en zo. De film heeft te ver gekeken naar Bonnie en Witteman. Dat is echt erg mooi. Helemaal mooie klassieke muziek en zo. Dus ja. Voor deze vlog een leuke, zeker een dikke vet. Duim omhoog, vergeet niet hieronder te abonneren. Als je nieuw bent, ga zeker een beetje aan te drukken zodat je altijd notificaties krijgt. Op mijn kanaal voor nieuwe video's en vlogs. Dus ik zeg nog tot de volgende vlog. Video. Later.